Ja, fanpost. Je baby, alsjeblieft. Dankjewel. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en... Happy Friday. We beginnen de dag met... Jolder haar. We beginnen de dag met Jolder haar. En waarom? Waarom? Ik ga vandaag optreden. Yay! Lijkt het alsof ik make-up of zoiets op heb? Nee. Oh, het lijkt alsof mijn wimpers zo lang zijn, maar dat is van mezelf. Oeh. Ja, dat is helemaal van jouzelf. Pa. Papa. Helemaal terug op aarde. Misschien weten jullie nog dat ik in de vorige vlog met Jax bij de huisarts ben geweest. En dat hij nogal wat last heeft van reflux. En we hebben dus Johannes Pitmeel nog iets gegeven gisteren aan hem voor de avondvoeding. Dus met een soort papje, zodat je daarna gewoon nog steeds borstvoeding kan geven. Dat hadden we trouwens ook afgekocht, zodat we wisten hoeveel we gaven. En hij heeft gewoon doorgeslapen. Voor het, nou niet voor het allereerst, maar wel sinds een lange tijd weer. En dan bedoel ik tot 5:30 's ochtends. Maar voor mij was dat echt heerlijk om even van 10:30 tot 5:30 te kunnen slapen. Echt, ik ben terug op aarde. Let's do this today. Wat heeft Jax een leuk pakje aan vandaag? Van Noppies. En we moeten het maar snel aandoen, hè? Voordat het weer te klein is, dat ze zonde zijn. Hoi. Goedemorgen. Heb je ook zo'n goede ochtend vandaag, hè? Oeh, ja. Ik ben onderweg. Haast, 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 haast. Ik wil mijn hand niet omhoog houden, want sommige mensen kijken dan zo raar. Maar zo loopt de vlog. Mooi en gelijk. Jax begon een beetje te huilen, dus ik ben maar weer op weg terug naar huis, want dat is natuurlijk niet zo leuk. Dus we horen later nog wel of ze de beker gewonnen heeft. En nu slaap je wel. In dat geval laat ik hem gewoon heel even liggen. We gaan eventjes naar de winkels, want we moeten een cadeautje kopen voor de baby shower morgen. Jax is een beetje chagrijnig volgens mij. Hè? Oh, je bent gewoon moe, hè? Ga maar lekker oogjes dicht doen. Doe je oogjes maar lekker dicht. Ja. En Jola heeft helaas geen beker, maar dat maakt niet uit. Want ze was even goed, super goed. He? Ik ben me aan het klaarmaken voor een baby shower straks van een vriendin. Het is trouwens zaterdag. Hij zit nu net even hierin, maar hij vindt het niet leuk. Nee, hij heeft geen zin om hierin te zitten. Maar hij heeft nergens zin in. Jola gaat mee naar de baby shower en Jax gaat ook mee naar de baby shower. Nou, Bart is er ook weer bij hoor. Yeah, sporten. Wat een leventje. Gewoon kunnen sporten. Hoezo een leventje? Je moet sporten, ja? Voor dit goddelijke lichaam. Anyway, we gaan even de fanmail uitpakken. Ja, fanpost. Dit is de zaterdagochtend, net zoals bij Telekids, dat we de brieven openmaken die we gekregen hebben. Ik zet jullie even neer op de pindakaas. Zo. Lekker pindakaas. Let's do this. Dankjewel. En ik ga hem even voorlezen. Lieve Disna, Bart en Jola, van harte gefeliciteerd met de geboorte van Jax. Veel geluk samen. Liefs, YouTube en Insta-volger KVV Janneke, Janneke Sundenberg. Wat ben je prachtig, zo lief en klein. Laat er in jouw leven heel veel geluk en liefde zijn. Oh. Ja, wat
wat schattig. Dat is wel heel lief, hè? Oh, zo'n dingetje. Oh, zo'n leuk slappie. Heel lief. Ja, leuk. Okay, met een speenkoordje. Ja, echt heel leuk, schattig. Oké, zullen we dan even een brief doen? Ja. Ga jij de brief voorlezen? Ja. Jola gaat de brief voorlezen. Lieve Disney, Bart en Jola, van harte gefeliciteerd met jullie zoontje en broertje. Het heeft even geduurd, maar eindelijk is Jack Stardom. Super goed gedaan. Ik volg je al een hele tijd. En ik vind het erg leuk hoe jij jezelf bent. Zelf zit ik nog helemaal niet in de levensfase, maar ik kijk altijd met plezier als cadeautje. Heb ik een snabbertje voor Jax gemaakt. Oh, dat is door haar gemaakt. Dit is haar label. Dat vind ik zo leuk als meiden al zo jong zo ondernemend zijn en creatief. Maar dit is ook haar eigen merkje. Daisy's. Ja. Ja, want ze heet ook Daisy. Wat leuk. Daisy. Leuk gemaakt. Hallo Jax, welkom op de wereld. Ik feliciteer jouw ouders en je zus met je opkomst. Ik heb een kleine rommelboorpijtering voor je gemaakt. Veel plezier gemaakt. Veel plezier ermee. Haaknest. Ah, wat leuk. Ah, is zoiets leuk. Van Haaknest. Heel leuk. Ja, hè? Wat een schatje. Nou. Zie je? Dat zijn nog de leukste dingen met een naam erin. Mm-hmm. Ah, ja, die is echt heel leuk. Nou, en dan heb ik nog één brief. Hallo Bart, Disna en Jola. Gefeliciteerd met de geboorte van jullie prachtige zoonbroertje Jax. Geniet van, met volle teugen van jullie prachtige gezin. Lief Jessica. Zo, Jack zit even nog meer rechtop. Kijken of dat een beetje helpt. Ik heb trouwens een paar hele mooie producten gekregen. Volgens mij is dit nieuw van L'Oreal. Dit ziet er gewoon al helemaal wauw uit. Volume lift en conditioner. En dit is denk ik masker. Ja, masker. Nou, dat kan ik wel gebruiken. Zijn hoofdje goed zit. En dit zit al hier, deze band. Zie je? Ja. Nou, chill. En dan word je ook niet afgeleid. Zie je? Beetje in die oogkleppen. Heb je oogkleppen op, Jax? Je hoeft hem niet vast te houden. Ik heb al gehoord dat hij goed zit als je hem een kusje kan geven. Je moet hem een kusje kunnen geven. Dit cadeautje zit om. Nou, wat lief. Kijk dan. Lief, hè? Iemand is aan het snurken. Even je muts af. Zo, zijn jullie goed bezig, meiden? Ja. Zo, blijf het dan. Ja. Groot opblazen, hè? Wat doen we al? Maar deze... Goed zo. Oh. Nou, we zijn bezig om alles te versieren hoor. Even een beetje haast. Spanning en sensatie. Oh, kijk die meiden zitten. Aansnijden. Oh, kijk.
kaarskruis naar heel. Ja. Oh, nee, dat is wel een goede. Maar dat wilde ze gewoon anders in het begin. Ja, misschien kan je hem ook wel. Oh ja, zo gaat het ook. Zo. Dat is nog makkelijker. Ja. Je baby, alsjeblieft. Dankjewel. Zo begon het. Wat moet ik doen hier, alsjeblieft? We are back home. Jax ligt even lekker in de box te slapen. En ik ga HelloFresh maken. Met spinazie. Lekker. Oh, maar ik ga eerst even mijn joggingbroek aan doen. Swish. Bart leert het swish dansje van Jola. Ik kan hem natuurlijk al lang. Nee, mama. Ik heb het net gezien. Je kan het niet. Oh. Nee, ik doe het eerst even rustig. Ik ken jullie dat liedje van Muscle. Dan doe je. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Oh, dan moet je steeds sneller zeker. Ja, dat is heel lastig. Jola die staat trouwens klaar om opgehaald te worden, want die gaat een dagje naar de paps. En ik ga even een beetje editen, dus ik weet niet of het vandaag heel boeiend wordt, maar anders morgenochtend, we zien het wel. Nou, daar zit ik dan. Slaap je nou? Oh ja, natuurlijk, hij slaapt. Nu wel. Tegen mij aan, hè? Huh? Nou ja, goed. Aan de slag. De regels van Jol. Ja, je lijkt er echt op hoor. Ja. Je bent alleen nog blonder. Jola en dat is Floor. Zoek de verschillen. Hou dit vast Jola. Hou dit vast. En nu blaas je door je lippen. En nu blaas je door je lippen. Ja, ja. Goed zo Jola. Ja, slecht. Nou zeg. Nee hoor, joh. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, dat is gratis. En tot maandag. Doei. Geef een duimpje. Later. Later. Rock that joint.